Hoe mega vet is deze jeans? Wel heb ik, denk het eerste kwartier dat ik hem aan had, daar een koffie overheen laten vallen. Lekker licht ontvlambaar polyester. Wie koopt dat voor 210 euro echt? Ik vind gewoon dat tijdens de sale dingen de prijs worden die ik er eigenlijk echt voor zou willen geven. Hey, wat leuk dat je weer kijkt. Vandaag heb ik een shoplog voor je. Het is een beetje een schizofrene shoplog. Er zitten en hele winterse dingen in, omdat ik het gewoon de hele tijd tering koud heb. En aan de andere kant droom ik van de zomer. Dus dat zie je allebei terug in de geshopte items. Het zijn items die je misschien al in vlogs voorbij hebt zien komen, maar ik heb ze een paar weken gespaard, want het is niet zo dat ik elke week een nieuwe garderobe bij elkaar shop. Dus het kan dat je sommige dingen al kent, maar dit is in ieder geval wat de nieuwste aanwinsten in mijn kast en kledingleven zijn. Ik begin dan maar meteen bij de meest winterse. Dit is iets wat ik echt supergoed in de sale heb gescoord, wat eigenlijk voor alle winteraankopen geldt. Namelijk mijn eerste puffer jacket, wat in principe gewoon een modewoord is voor iets wat op een slaapzak lijkt. Heerlijk. Het enige wat ik ook wil tegenwoordig is gewoon naar buiten als ik of warm chocolademelk krijg of in de slaapzak mag. Het is zo lekker. Ik heb allemaal jassen die zeg maar gewoon niet tegen de regen kunnen en die altijd ook wel wat wind doorlaten. En dit is iets wat je helemaal tot hier dicht kan ritsen. Met zakken die je gewoon dicht kan drukken met drukknoopjes, een capuchon. Het is regenbestendig. Achtig. Dus ja, er was wel een verademing moet ik zeggen om weer eens iets functioneels te dragen. En ik vind dit er ook gewoon heel cool uitzien als je dit over een jurk draagt. En dan een beetje over één schouder wordt het meteen ook wel iets minder functioneel van. Maar het is wel een soort bijna into the woods contrast wat het dan aan iets heel vrouwelijks geeft. Dus dat vind ik er heel leuk aan. Over jassen gesproken. Dit blazertje wat ik aan heb is ook nieuw. En ik moet zeggen dat ik dit bij iemand anders had gezien op een shoot. Toen dacht ik, oh ja, dat spreekt me wel aan. Ik heb niet zo heel veel met blazers. Maar ik vond dat wel heel leuk. En ze had hem heel rock'n'roll aan. Dus toen kwam ik deze tegen en dacht ik meteen, ja, dit is perfect. Hier is dus ook een broek bij. En die heb ik niet gekocht omdat ik dacht gewoon, je moet ergens grenzen stellen aan je koopgedrag. En ik heb al wel een paar vette pakken. Maar ja, geen met een ruit. En het blijft zo in mijn hoofd zitten. Maar ja, ik heb wel al een broek met ruitjes. Maar nu wil ik natuurlijk de hele tijd dat pak aan. Als geheel. Zo werkt dat namelijk met dingen die je niet krijgt. Eerst konden ze je niet echt schelen, maar op het moment dat je ze niet hebt of niet krijgt, dan was het opeens de perfecte. Dus ik denk toch dat die er ook gaat komen. Hou de volgende shoplog in de gaten, want dan zit hij daarin. Deze broek is ook fantastisch, omdat het eigenlijk gewoon een trainingsbroek is. Maar hij is wel van zo'n luxe materiaal en met zo'n mooie vouw in het midden, waardoor hij ook iets van een pantalon weg heeft. Dus ik draag dit gewoon naar mijn werk en op een beetje een corporate manier gestyled. Met een blauw met wit overhemd bijvoorbeeld. Mooi oversized, een beetje alsof je hem van je vriend hebt gepikt. Deze is van Baum und Pferdgarten, maar je hebt ze in allerlei prijsklassen en van allerlei merken. H&M heeft vaak ook hele toffe op dit gebied. Daar ben ik heel blij mee. Wel heb ik, denk het eerste kwartier dat ik hem aan had, daar een koffie overheen laten vallen. Maar dat is wel uitgegaan. Dan nog een aankoop. Ja, het begint echt belachelijk te worden. In elke shoplog zit iets met stippen. Ik heb ook wel getwijfeld daarom of ik dit weer terug moest brengen. Zoals je ziet, is dat niet gebeurd. Nou had ik beredeneerd dat ik nog niet iets had met een witte ondergrond en dan zwarte stipjes. Maar toen ik thuis kwam bleek dat toch niet helemaal waar. Ken je kast, zeggen ze dan. Maar goed, dit is een top van Ganni van zijde. Die ook 70% was afgeprijsd. Ik ben dan toch echt wel een sale monster. Want ik voel me helemaal geroepen door die rode stippen. En helemaal als het zoals hier sticker op sticker is. Dan heb ik echt het idee dat ik dit moet hebben. Maar ik vond dit ook wel echt heel erg leuk. En hij heeft een bare shoulder, wat ik altijd heel sexy en mooi vind. Hoeveel die nog was? Volgens mij iets van 63. Wat best wel wat is voor een top, maar natuurlijk niet voor een van zijde. En hij was 209, wat ik er dan weer nooit aan uit zou geven. Wie koopt dat voor 210 euro echt? Leuk en aardig kan hij, maar dat is gewoon echt veel te duur. En dan stel ik jullie nu graag voor aan mijn nieuwe baby. Dat is deze tas van J.W. Anderson. Je zag het al in mijn vlog waarin ik naar Parijs ging. Ik had deze ook al een tijd op het oog. Ik maak eigenlijk aan het begin van elk seizoen een soort wishlist. En dan sla ik alle dingen op die ik tof vind. Wat er dan niet in mijn leven is gekomen tijdens dat seizoen, hou ik dan in de sale in de gaten. Ik had deze al een paar keer gezien ook. En ik vond hem toch gewoon echt een beetje te heftig om hem voor de volle prijs te kopen. Dus ik dacht, oké, alleen als hij echt heel goed is afgeprijsd, dan neem ik hem mee. En dan kan ik hem altijd misschien over een tijd nog verkopen.
kopen als ik hem toch niet veel draag. Toen was ik in Parijs en toen zag ik hem staan voor de helft. Wat bijna nooit gebeurt bij dit soort tassen. En dit was ook de enige die was afgeprijsd. En toen dacht ik, ja, dit is wel echt een goede deal. Ik doe het. Ik vind het wel een hele vrolijke aanwinst. Dan even door naar de comfortzone op t-shirt gebied. En dan kwam ik steeds uit bij Urban Outfitters. Daarover ook later meer. En dan zag ik dit t-shirt wat zo lekker aanvoelde en een toffe vintage look heeft waar ik van hou. En ik draag dus eigenlijk altijd dit soort t-shirts in donkere kleuren. Ik heb niks wat bijvoorbeeld een witte basis of een gekleurde basis heeft, terwijl het soms gewoon een beetje te grauw wordt. Dus toen heb ik deze meegenomen, vooral om in de zomer te dragen met een wijde denim bijvoorbeeld of een leuke flared spijkerbroek. Hij was €35 en is al best wel ruim, dus je hoeft niet heel veel groter te gaan. Dan nog een top met sterren en wijd uitlopende mouwen. Love it. Zoals je misschien wel hebt meegekregen in de vlog, sta ik nu ongeveer één keer per week bij Shownieuws. En ik doe daar mijn eigen styling voor. Wat betekent dat ik gewoon heel veel leuke tops nodig heb. In principe kan je daar gewoon in je joggingbroek gaan staan. Maar de bovenkant is wel in beeld. Dus af en toe bestel ik, als ik iets leuks tegenkom wat goed geprijsd is, bestel ik dat. Ik dacht dat dit van Topshop was. En zo heb ik het volgens mij ook getagd op Instagram. Maar het merkje is Noor. N-O-R-R. Dit is gewoon lekker licht ontvlambaar polyester. Ik vind deze heel erg leuk op een lichte jeans. Dan gaan we weer even naar een hele winterse vibe. Want ik spotte deze trui op ASOS. Ik heb hem nog niet aangehad. Kaartjes zitten er dus nog aan. En die vond ik zo gezellig en fluffy en mooi. Eigenlijk komt dit omdat ik een Chloe trui heb gepast een paar maanden geleden. Die ik zo mooi vond. En die echt in mijn hoofd is blijven hangen. Maar die was echt iets van €400 of zo. In ieder geval niet geld wat ik aan de trui uit zou geven. Dus die heb ik niet gekocht. Maar ja, zoals dat dan natuurlijk toch gaat, is dat dan wel de mooiste en blijft die in je hoofd hangen. Maar ik vond deze trui qua zachtheid, zowel van het materiaal als van de tinten, wel een beetje in de buurt komen van de uitstraling waar ik naar zocht. Dit is natuurlijk niet een trui van echt wol, maar hij voelt wel heel lekker zacht. En dan komen we aan bij de zwarte jeans. Ik ging dus op zoek naar een zwarte spijkerbroek, want die miste ik echt in mijn leven. Ik heb echt van alles geprobeerd en niks zat goed en ik voelde me helemaal dik en relaxed en gewoon spijkerbroeken passen is net als bikinis passen gewoon niet leuk als het niet lukt. En toen kwam ik toch weer bij Urban Outfitters uit bij het merk BDG, waar ik ook een andere lievelingsbroek van heb. En die broeken zijn helemaal niet duur, die kosten iets van €55, wat ik voor een spijkerbroek echt weinig geld vind. En op de een of andere manier passen die me gewoon heel goed. Ik vond daar deze zwarte jeans en ik wilde dan wel eentje met een soort fashion statement. En precies wat ik zocht, een klein beetje een uitlopende pijp en dan wat korter met een rafelrandje, is wat ik vond. Ik ben er heel blij mee en het heeft echt een gat opgevuld in mijn kledingkast en ik draag hem non-stop. En dan nog een winterse vriend die je ook natuurlijk gewoon op frissere zomerdagen heel goed aan kan vanwege de kleur, is deze trui van Kings of Indigo. Nou lijkt dit niet een hele spannende trui en dat is hij qua kleur ook niet, maar hij zit gewoon heel mooi en ik voel me daar heel elegant en natural in. En dat komt denk ik ook omdat Kings of Indigo een heel natuurlijk en sustainable merk is. Ze komen uit Nederland. En dit is gewoon mijn verhaal vanuit enthousiasme overigens. Want ik kom bijna geen mode tegen die duurzaam is, die met gerecyclede producten werkt, die bijvoorbeeld minder water verbruikt voor het katoen en dergelijke, die er ook nog tof uitziet. En dit is zo'n merk wat dan ook nog van eigen bodem is, wat dat wel heeft. Dus ik dacht, nou dat wil ik heel graag supporten. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat we iets zorgvuldiger met kleding omgaan. En ik ben daar verre van perfect ook in. Maar ik probeer wel steeds meer te kijken naar waar ik dingen koop, waarom. Dus ik ben heel blij dat er dit soort alternatieven komen. En ook van Kings of Indigo heb ik deze jeans. Ik heb het kaartje er nog even aan zitten omdat ik een beetje twijfel of ik een kleinere maat moet of niet. Hij hoort best wel oversized te zitten en dat vind ik ook wel heel cool. Hoe mega vet is deze jeans? Een soort patchwork situatie. Ik heb maat 27 aan en dat heb ik meestal ook wel, maar soms 26 en ik denk dat ik dat hier ook wel in zou kunnen hebben. En dan de laatste score is deze knalroze jurk van Samsu en Samsu. Wederom echt een super saletje. Ik vind gewoon dat tijdens de sale dingen de prijs worden die ik er eigenlijk echt voor zou willen geven. Of ik ben gewoon cheap.
ik weet het niet. Deze jurk was ook met 70% afgeprijsd. Hij was nu iets van 46 of zo, of 56. You do the math. Ik kocht deze eigenlijk vooral omdat ik een belangrijk event had waar ik geen outfit voor had, geen jurk voor had. En het te last minute was om nog iets te lenen. En ik moet zeggen dat ik er echt heel blij mee ben. En dat waren ze, de geshopte items van de afgelopen tijd. Nou ga ik binnenkort ook zeker voor styling en gewoon voor het nieuwe seizoen even wat winkels af. Dus het leek me leuk om dan een pashokje shoplog te filmen. Dus jullie eigenlijk mee te nemen in mijn shopping experience. Dus dat komt er snel aan. En als je nou niks wil missen, vergeet dan zeker niet je even te abonneren op mijn kanaal. Vind ik super leuk. En dan hoop ik je snel weer te zien. Doei!